Het is inmiddels een echte klassieker in de Verenigde Staten en wint ook in Nederland steeds meer aan populariteit. De bestseller van Lois P. Frankel, Nice Girls Don't Get the Corner Office. En ik wil je in deze video 5 gouden tips geven uit dit boek waarmee jij je professioneel kunt profileren. Nice Girls Don't Get the Corner Office. De titel van het boek zegt het al. Het is een ultieme carrièreklassieker die zich richt op ambitieuze vrouwen. Maar of je nu Kathleen of Kees heet, ik denk dat dit boek voor iedereen waardevolle tips bevat. Ja, het boek richt zich vooral op de fouten die je moet voorkomen als je een ambitieuze carrièrevrouw bent. Wij richten ons in deze video vooral op de tips die erin staan. En ik licht er 5 uit. De eerste tip gaat over het stellen van vragen. Dat moet je doen, dat moet je ook durven. En in veel situaties, een vergadering, durven we niet de vragen te stellen waar we mee zitten. Omdat we denken dat we wellicht de enige zijn die vinden dat iets onduidelijk is. Of omdat we denken dat we ons niet goed genoeg hebben voorbereid. Nou, je kunt ervan uitgaan dat wanneer je een stuk hebt gelezen voor een vergadering, de notulen hebt doorgewerkt en hebt nagedacht over wat jij wil zeggen, dat elke vraag een relevante vraag is. Ook voor anderen. Wil je dat nou checken? Bijna niemand gaat expliciet natuurlijk zeggen, ik vind het onduidelijk en daarom wil jij dat ook niet zeggen. Kijk dan even naar de lichaamstaal van mensen. Vaak kun je aflezen uit iemands houding, iemands gezichtsuitdrukking, dat hij vraagtekens heeft. Is dat zo? Dan kun jij degene zijn die ze expliciet maakt. De tweede tip gaat over het niet uit de weg gaan van de confrontatie. Stel je eens voor, je zit in een beoordelingsgesprek en hebt na 2 jaar eindelijk om die loonsverhoging gevraagd. En terwijl je dat doet, zegt je baas, maar vind je dan dat ik op dit moment niet goed genoeg voor mijn mensen zorg? Ja, dat is heel tricky, want dat is een ander frame waar je baas je in probeert te manoeuvreren. Dat wil je niet. Dus zeg tegen je leidinggevende, het gaat niet om de manier van belonen, het gaat niet om hoe jij met je mensen omgaat. Nee, het gaat om het simpele feit dat ik een goede prestatie heb geleverd en daar graag een beloning voor terug wil zien. Dat is het punt waar dit over gaat. En dat is soms moeilijk, want dat voelt als een confrontatie. En dat is het ook. Maar die moet je soms volhouden, die moet je soms doorwerken om tot je doel te komen. En dat is uiteindelijk die loonsverhoging. Dus hou vol en ga de confrontatie niet uit de weg. En de derde tip, geef een ferme handdruk. Het is al heel vaak gezegd, er is al heel veel over geschreven, maar ik kom het in de praktijk nog heel vaak fout tegen. Een slap handje. En niets is zo vervelend dan de eerste indruk geven met een slap handje. Daar zit niemand op te wachten en het geeft ook de verkeerde indruk. En nee, ik hoef echt niet uit je handdruk af te lezen dat je in de bouw werkt, want dat gebeurt soms ook. Een echte, hele stevige handdruk die je hand vermorselt, dat hoeft niet, maar geef een stevige handdruk. Een stevige handdruk met een goede beweging, oogcontact, dat is het recept voor een goede eerste indruk. Ja, als vierde, maak gebruik van je netwerk en zet je netwerk ook effectief in. Met LinkedIn als belangrijkste hulpmiddel kun je tegenwoordig precies zien met wie je het laatst contact hebt gehad, wie erbij voor jou wellicht interessante organisaties werken en welke connecties je nog meer hebt met die persoon. Zet dat in en doe dat door bijvoorbeeld af en toe een ochtend te zitten met je LinkedIn-netwerk en er doorheen te lopen. Wie heb ik misschien de afgelopen tijd niet zo vaak gesproken? Wat zou ik aan informatie of aan concrete kansen kunnen delen? En welke mensen kan ik aan elkaar koppelen? Zo maak je effectief gebruik van je netwerk en word je zelf een belangrijke speel in dat netwerk. En de laatste tip, zorg ervoor dat je jezelf goed kunt pitchen. Daar hebben we natuurlijk al wel wat video's over gemaakt en die kun je ook in de links hieronder terugvinden. Maar zorg ervoor dat jij binnen 30 seconden een sterk verhaal neer kunt zetten. Een goed verhaal waarin jij naar voren brengt wie je bent, wat je doet en welke waarde je toevoegt. Het zal je verbazen hoeveel mensen moeite hebben met antwoord geven op die vraag. Welke waarde voeg ik toe? Stel jezelf die vraag, kom met een goed antwoord en een sterke pitch. En natuurlijk mag die in de eerste instantie wel 2 of 3 minuten duren, maar probeer het echt terug te brengen naar die 30 seconden, zodat je tot de kern komt. En met die tips kun je, als het goed is, aan de slag om jezelf professioneel te profileren. Dus, stel vragen. Geef een ferme handdruk. Ga de confrontatie niet uit de weg. Bouw aan je netwerk en leer hoe je jezelf goed kunt pitchen. Met die 5 tips kun jij jezelf professioneel profileren. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dat probeert, het gelijk een stuk beter gaat. Tuurlijk, het is de praktijk, dus je zult ook dingen tegenkomen die niet werken of moeilijk zijn. Deel die met ons hieronder in de comments of gewoon direct via LinkedIn of via de mail. Zo kunnen wij weer nieuwe video's maken om jullie verder te helpen. En zoals altijd, vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.